De dode hoek geldt als een van de grootste problemen bij zware vrachten. Het Belgische Verbond van Ontginnings- en Veredelingsbedrijven van Onbrandbare Gesteenten en UPTR hebben daarom een charter ondertekend om deze problematiek beter aan te pakken. De federaties vragen de steenhouwers een zone ter beschikking te stellen waar de chauffeurs hun achteruitkijkspiegels kunnen afstellen om de dode hoek zo beperkt mogelijk te houden. Zo'n infrastructuur zou bijna in ieder groot fabriek moeten komen, op iedere plaats waar veel vrachtwagen en waarom ook niet op parkings van autostrades. Hij komt binnen, hij ziet dat paneel en rijdt binnen. Het is aan de chauffeur om zich bewust te maken dat hij dat moet doen en waar hij het kan doen en op de juiste manier. L'idée au niveau du secteur est d'essayer d'avoir une aire d'au moins par province. Mais donc le facteur limitant, ça va être bien entendu la superficie nécessaire pour pouvoir justement mettre ces aires de réglage dans l'ensemble des provinces wallonnes en tout cas. Dans un premier temps et nous verrons dans un deuxième temps au niveau de la région flamande aussi. VDX en UPTR pleiten dan ook voor de installatie en het gebruik van deze afstelzones in het hele land.